een gloednieuwe halve week vlog. Ik heb echt een enorm goed humeur. En dat komt omdat ik vanochtend naar Muay Thai ben geweest. Door de marathontraining ben ik echt de laatste week heel weinig geweest. En nou ja, toen werd ik ook nog eens ziek. Dus ik had echt zoiets van shit, Muay Thai, ik heb geen zin, dit en dat. Ik had er ook echt geen zin in. Maar het kwam eigenlijk door mijn trainer. Die stuurde mij een berichtje van Lau, wanneer kom je nou weer? Want het is echt lang geleden. En toen dacht ik, shit, hij heeft wel gelijk. Dus ik moest me echt een schop onder mijn kont geven vanochtend. Maar uiteindelijk ben ik gegaan. En man, wat was het een fijne training. Ik ben helemaal blij. Ik denk dat ik vanochtend gewoon altijd 's ochtends ga. Want dan is het veel rustiger. En dat maakt het echt een stuk leuker. Heel happy. Joehoe. Hoe vinden jullie mijn haar zo? Ik heb het in een soort vlechtje hier naar achter. Alleen dit licht doet me niet echt goed. Ik ga nu eten met Toon. Ik weet nog niet of ik binnen of buiten ga eten. Maar Toon gaat volgens mij sowieso iets buiten eten. Want ik heb dus niks kunnen maken. En ik wil straks weer naar de supermarkt, naar de Lidl. En dat is een stukje lopen. Daar hebben we nu geen tijd voor. En dan ga ik weer echt iets lekkers vegans maken voor vanavond. Dus ik denk dat we het nu even houden bij iets makkelijks. En ik heb voor mezelf nog verse salmorejo in de koelkast staan. Dus die kan ik lekker opeten. En verder, wat staat er op de planning? Nou, ik weet het nog niet. Ik weet niet wat we dit weekend gaan doen. Toni had het erover om naar Boegalandse te gaan. Toen zei ik eerlijk, weet je, ik heb er niet zoveel zin in. Maar misschien ook wel een dagje. Dat is misschien wel leuk zelfs. Dus ik hou jullie op de hoogte. En welkom. Kijk wat mooi. De kerstboom staat op het plein. Eigenlijk vind ik een echte kerstboom leuker. Maar deze staat ook wel echt heel mooi. En daar komt het lichtspektakel. Dat was echt een feest. We zijn het allemaal nu aan het opzetten. Werk zit erop vandaag. Het is inmiddels 8 uur en ik ga nu richting de supermarkt. Het huis is wel echt heel erg een troep geworden. Ik heb zo geen zin om op te ruimen. Ik ga gewoon eerst naar de supermarkt. Dan beginnen met koken. En dan terwijl de pasta en zo koopt, want we gaan pasta maken vandaag, ga ik opruimen. Ja, lijkt me een goed idee. Zien jullie zo? In een schone omgeving kan avondeten. Als het dan een troep is, dan geniet ik niet eens van mijn eten. Wie heeft dat nog meer? Vanavond staat er vegan spaghetti op de planning. En ik ben ook even langs zo'n bio-winkeltje gegaan waar ik het een en ander heb gekocht. Ik laat jullie gewoon even zien wat ik heb gekocht. Ik merk dat ik nu ik dus vegan thuis probeer te eten, dat ik echt veel meer groenten en fruit koop. Omdat ik, ja, ik weet niet. Ik wil helemaal geen raw vegan worden of zo, maar dat gebeurt gewoon automatisch. Dus dat is super leuk om te zien. Let's go. Kijk, zo ziet onze keuken er dus uit. Echt heel rommelig. Nou, niet rommelig, maar we hebben gewoon zoveel spullen en het past niet. Maar ja, welcome to a normal life. Ik vond deze vegan chocopasta en ik ben echt heel benieuwd hoe die smaakt. Pindakaas gekocht. En dan voor het spaghetti recept deze vegan burgertjes. Die ga ik in kleine stukjes snijden en door de saus gooien. We beginnen met het snijden van 4 knoflookteentjes. Doe een beetje paprika poeder bij de knoflook. Dit zijn gepelde gesneden tomaten. Je kunt ze natuurlijk ook zelf schillen en snijden, maar dit is makkelijker. Ik doe er 2 blikken van in. Dan gaat vervolgens wat oregano bij. Er gaan laurierblaadjes bij en peper en zout. Tijd om de pasta te koken. Tijd om de hamburgers te snijden. Zien jullie trouwens wat een troep ik ervan maak als ik kook? Het ziet er echt geweldig goed uit. Dit is het resultaat, jongens. De vegan spaghetti bolognese. Het ziet er echt heel goed uit. Oh, zo lekker. Het ruikt ook zo sterk. Oh, ik heb zo zin om het op te eten.
En ja, ik luister dus naar Marco Borsato. Ik heb zo'n rare buik. Ik heb echt het beste vriendje ever, jongens. Ik werd net wakker gemaakt door Toon. En toen stond dit gewoon voor me klaar. Zo enorm lief. Amor, muchísima gracia. En het is mejor. Buenos dia. Tadaa, daar ben ik weer opgemaakt en wel. Ik weet niet of je het ziet, maar ik heb dus mijn haar iets zwarter gemaakt. Dat heb ik net zoals de vorige keer bij L'Oreal met die Magic Retouch spray gedaan. En het is echt ideaal. Het is echt top. Alleen het vervelende is, omdat ik best wel echt een groot stuk donker op mijn hoofd heb, dat je zo'n busje echt zo besteedt. Hij heeft me €6 gekost, dacht ik. En ik denk dat ik er zo'n 3 keer mee kan doen. En het gaat er na een wasbeurt al uit. Maar ja, ik was gelukkig mijn haar niet elke dag. Dus wat dat betreft is het het wel waard. Ook als ik even een keer iets anders wil. Mijn eyeliner is echt on fleek today. Yay. Wat heb ik aan? Mijn wijde zwarte broek. Hij schrikt me dood. Wat zie ik er nou? Zit daar een mief of zo? Ach, Jezus Christus. Ik zie ineens een... Ik zag ineens in het raam een soort Stranger Things tafereel. Ik denk, oh my god, wat is dat? Maar er zat een mail precies voor het zonlicht. Dus ik zag zijn schaduw daarvan. Het leek net op dat monster uit Stranger Things 2. Oh, dat heb ik jullie dus niet eens verteld. Maar vannacht zijn we om 5 uur naar bed gegaan. En niet omdat we aan het feesten waren. Maar omdat we in 1 keer Stranger Things Season 2 hebben gekeken. Echt gewoon zonder stop. Dus we begonnen om 9 uur en we waren uiteindelijk 5 uur klaar. Echt niet normaal, maar het was ook heel gek, want heel veel mensen hadden ons verteld, ja, seizoen 2 is echt super stom, is niet leuk. Mijn ouders vonden het niet leuk en vrienden van Tony hadden hetzelfde gezegd. Dus wij hadden al zoiets van, oké, dit wordt niks. Waarschijnlijk gaan we het toch wel afzetten. Maar we vonden het beide echt heel leuk, dus we zijn blijven kijken. En nou ja, van het een kwam het ander. Ik werd dan ook pas om 1 uur wakker gemaakt door Toon. Maar goed, uiteindelijk nog een goede 8 uur geslapen. We gaan nu waarschijnlijk naar het winkelcentrum, naar de Primark. En ik neem jullie weer mee. Hoe tof is dit, jongens? Zijn jullie in een soort skate-toernooi? Mensen vallen, mensen staan weer op. Echt heel tof. Hallo, daar ben ik met Toon. We zijn buiten aan het lopen en we hebben echt een enorme wandeling gemaakt. We zijn helemaal richting winkelcentrum gelopen, richting de Primark. Maar uiteindelijk hebben we niks gekocht. Was niet het plan, maar het was zo ongelooflijk druk bij de Primark dat ik zoiets had van oké, we wachten er wel mee. En zo zijn we toch lekker aan onze beweging toegekomen. Dus we gaan nu alweer richting huis, even nog door het centrum lopen en dan lekker rusten. Genieten van de zaterdag. Koud in huis, nee, buiten ook. Maar ik heb het idee dat het hier zelfs nog kouder is dan op straat. Niet normaal. Ik heb natuurlijk geen verwarming, niet niks. Dus ik zit met een dikke trui aan. Ik heb vette dikke sokken aan. Ik ga lekker koken. Tadaa, dit is wat ik ga eten vanavond. Het zijn 2 volkoren wraps. By the way, I love Ed Sheeran. En ik heb daaronder een bedje gemaakt van spinazie. Die burgertjes zijn ook van spinazie. Super lekker van kikkererwten en spinazie. Kijk, je ziet bijna het verschil niet. Er zit ook groen in. En wat ketchup eroverheen. Tony's pannenkoeken zijn ook bijna klaar. Maar ik heb zo zin om dit op te eten. Good morning. We beginnen de dag met een cornflake ontbijtje. Met zoete amandelmelk en banaan. Lijnzaad en chiazaad. En dus deze vegan multi-tabletten. Ik heb meerdere keren gehoord dat ik wel echt bepaalde supplementen moet slikken. Zodat ik geen tekorten krijg. En nou ja, ik denk sowieso niet dat het gebeurt. Omdat ik dus echt wel een flexibele vegan ben. En ook buiten de deur nog wel aan mijn eiwitten kom. Maar toch, voor de zekerheid, ja, waarom niet? Hey guys, we zijn inmiddels een paar uur verder, geloof het of niet, maar ik ben weer in slaap gevallen. Het is nu 2 uur en ik voel me nu wel echt uitgerust. Gelukkig zijn mijn wallen ook grotendeels weg. Ik wilde eigenlijk gaan rennen vandaag, maar ik heb zo'n ontiegelijke spierpijn en ik ben nog steeds aan het hoesten. Dat ik dacht, is dat nou wel zo verstandig? Want morgen om 12 uur sta ik ook weer bij Muay Thai. Dat betekent dat ik in 2 weken tijd na de marathon 1 keer gerend heb. Maar een 2-weekse rust is volgens mij helemaal niet zo gek na zo'n intensieve training.
En zo'n lange marathon. Dus ik ben blij met de keuze die ik maak. En Toon kwam nu met het idee om lekker naar buiten te gaan. Hij zegt, maak je lekker op. En dan gaan we wat eten samen, wat drinken. En gewoon een gezellig dagje van maken. Ik ga me nu even opmaken. Ik dacht, het is wel leuk als ik jullie even stap voor stap laat zien wat ik doe. Maar ik kom dan elke zoveel seconden bij jullie terug. Tot zo. Stap 1. Foundation aangebracht. Ik heb deze foundation gebruikt. De Super Stay 24 Hours. En het is echt mijn favoriete foundation van het moment. Hij dekt enorm. Ik heb maar een heel klein dun laagje gebruikt. En ja, meer is ook niet nodig. Ik wil ook weer niet zo'n glamour effect creëren. En nu doe ik de masterclass op als zeg maar de corrector. Dus die doe ik onder mijn ogen. En dat loopt tot hier helemaal. En op de pukkeltjes. En op het moment heb ik die helaas nogal veel. Stap 3 is het aanbrengen van concealer op mijn ooglid. Want dat werkt als een soort lijm voor de oogschaduw. Die we dus straks op gaan doen. Dan het leukste van dit alles, de oogschaduw. Eindelijk met mijn Naked 2 palet. Oh, ik was dit zo blij mee. Wat ik nu heb gedaan is eerst de kleur Tease op mijn hele ooglid aanbrengen. Ietsje erboven zelfs en eronder. Dit wat hier een beetje ernaast is geschoten, dat haal ik straks allemaal weg met foundation. En dan maak ik het netjes af. Dus de eerste kleur is deze, Tease. Stap 2 is om met een lichtere kleur. Ik gebruik de kleuren Foxy en Bootical. Hier een beetje in het midden tot de helft ongeveer wat aan te brengen. Ik ben er nu overheen gegaan over het witte met de kleur Fox. Dat is een iets meer glitterige kleur. Dus nu zie je hier gewoon de matte kleur en hier de glitters. En last but not least heb ik in de ooghoeken zwart aangebracht. Nou, nu ziet het er natuurlijk niet uit. Maar dat gaan we nu allemaal lekker uitblenden. Het is de kleur Blackout. Zo, ik heb het lekker uitgeblend. En nu is het al echt een mooie smoky, maar toch niet te heftig. Want ik heb niet hele, hele donkere kleuren gebruikt. Zoals die nu is, ben ik er echt heel blij mee. Wat natuurlijk ontbreekt, is een mooie dikke eyeliner. En wat mooie gekrulde wimpers. Ook de eyeliner is klaar. Blij mee. Tadaa, dit is de final look. Mijn haar er los bij en ik ben heel blij met het eindresultaat. Wat vinden jullie? Ik kreeg wel eens een comment dat ik echt veel te veel mascara op doe. Maar ik heb nu serieus echt 4 laagjes. Dus 1, 2, 3, 4 mascara op. Maar omdat mijn wimpers best wel lang zijn, ziet het er gewoon direct uit alsof ik, boom, heel veel op heb. Maar dat is niet zo, echt niet. Ik ben in ieder geval heel blij met het eindresultaat en we gaan nu lekker naar buiten. Dit is misschien wel een van mijn favoriete vegan tapas. Gefrituurde overzien met honing. Oh. Hier hebben we een soort van groenten en bananas. We zijn weer even thuis. Ik heb mijn jas gepakt, want het wordt nu toch wel echt fris. Oh jongens, wat ben ik nog steeds blij met deze jas. We hebben besloten om naar de meest fancy dakterras van Malaga te gaan. Dat is bij het AC Hotel. Helemaal bovenop. Ik ben heel benieuwd. Nog nooit geweest. Spannend. Oké, jongens. We zijn er. En het is echt bizar mooi. Het uitzicht. Echt zo een toffe plek dit. Met zwembad. Oh, en het uitzicht. We zitten echt hier heel hoog. Ik denk dat het hoogste gebouw is van Malaga. Van het centrum in ieder geval. Die kant ook echt prachtig. Wauw. Lo mio che pedir café con Bailey. No. Pues yo quería un café con Bailey. No un Bailey solo. Toon heeft een lekkere Bailey besteld en ik een gin tonic. Oh, dit is het leven jongens, met een muziekje erbij. Oh, je wordt nog niet klaar, dat is het gaaf. No hay reglas para amar, no hay forma de acertar. Oké, ik denk hoe gek, ik heb een chocoladetaartje besteld. En Tony gaat voor een soort broodpizza met patatjes. De DJ is er inmiddels. Wat heb ik toch ook een knappe vriend, hè jongens. Oeh. Ik ben inmiddels weer thuis. Ik heb net een video geëdit. Het is inmiddels 9:30 en ik ben klaar voor vandaag. Gelukkig duurt mijn video niet te lang. En ik heb zo net het avondmaal gemaakt voor Toon een broodje ei. Voor mij dus wat anders. En ik moet zeggen, dat van mij ziet er lekkerder uit. Zie hier, een broodje vegan Nutella. Ik ben heel benieuwd hoe dat smaakt. Een broodje pindakaas en een broodje avocado en tomaat. Yummy! Doei! Hola, amor! Dit is hoe wij onze zondagavond besteden. Met flippertas. Games. Ah. Me toca mía. Ja. Por fin. Dat is een permiso, pero dat me falta la moda. Oké. Olé. The secret passage may